7e editie van Quizit. Wij zijn bij het Ekker. Daar staan de deelnemers buiten te wachten. Uiteraard vol adrenaline. En wij gaan even op bezoek bij de deelnemers. Kijk. Och, wat spanning. Zo, hier staan de mensen in de kou. Met wie heb ik het genoegen? Mark Anters van team Ik weet niet hoe stom. Winnaars van vorig jaar. De winnaar van vorig jaar. Hoe groot is jullie team, als ik vraag mag? Hoe groot dit jaar? Ik geloof dat wij richting de 30, 40 man zitten. Ja. En wil dolgraag die titel prolongeren, neem ik aan. We willen die titel zeker prolongeren. Maar ik geloof dat jij vorig jaar bij ons was. En dan had je ons nog een fles champagne beloofd als wij zouden winnen. Klopt, maar die komt er nog. Die komt eraan? Die komt eraan. Alles mooi, dat is mooi. Die doen we drinken 13 januari? 13 januari, nee, dat is goed. Zullen we daar spreken? Zullen we dan proosten? Ja, dan zullen we proosten. Nou, succes in ieder geval. Hoe is het gesteld met adrenaline? Goed. Ik krijg vol pompen goed door nu. We gaan hard. Dan gaan we voor de winst, hè. Als je eenmaal gewonnen hebt, dan is het slavend. In dezelfde locatie als vorig jaar in Lisa? Dit jaar zitten wij bij Strijd in Vrede in Beekendonk. Strijd in Vrede? Ja. En wat is de reden? Rouleren? Grotere ruimte. Vorig jaar, dat heb je zelf kunnen zien, zaten we allemaal heel dicht op elkaar. Ja, nu hebben wij Strijd tevreden. Ja, een gigantische hal. Daar kunnen we goed vooruit. Succes. Ja, dank je. Dat komt wel goed. Ja, deze man staat diep met zijn handen in zijn zakken. Van welke groep bent u, meneer? Wanneer welke groep? Ik weet geen idee. Hoe heet wij? Fijn visje niet. Fijn visje. En waar zitten jullie op locatie? Welke locatie? Bij Jansen. Jans Autobedrijf. En we gaan niet winnen. Nee, ja, je zegt het al, een fijn feestje. Gewoon een feestavond voor jullie vanavond? Ja, feestavond, waar we vragen beantwoorden, maar niet zo actief als voor anderen. Hapje en een drankje. Ja, wat voor soort groep is het? Is het een vriendengroep of in de buurt? Ja, vrienden, familiegroepje. Ja, leuk groepje. Een leuk groepje, zeg je. Zeker. Mocht je dan als allerlaatste eindigen, teleurgesteld? Nee. We hebben gezegd, we moeten bij de uurste 100 komen. En we doen er 98 meer, dus we gaan lukken. Ja, in ieder geval wat proficiat. Je bent er nu wel al 98. Kijk, zo is hij. We spreken elkaar vanavond. Kom je de kist inleveren? Heer Wadu, jij komt de kist inleveren vanavond? Ja, ik ben teamcaptain, dus dat zal wel moeten, hè? Teamcaptain? Dan gaat het ongetwijfeld goed. Dat denk ik ook wel. Daar hadden we de meeste punten. Succes in ieder geval. Dank je wel. Even over 7 uur zijn wij aangekomen in Lieshout, Quizit 2017. En we zien het een van de eerste teams die druk bezig zijn na het oplossen van de puzzel in de sporthal. Was het haasje, repje richting thuisadres. Wij lopen er samen eens eventjes doorheen. En wij, dat wil zeggen dat ik samen met Timo ben, de cameraman. En onze runner Anita. En mijn naam is Cor van den Berg. En wij gaan jullie vanavond de hele avond live op televisie brengen. En zo zie je wel aan de mensen die hier binnen zijn. Wij zijn bij het team van de Sicilianen terechtgekomen. Ik neem aan dat dat de harmonie is. Zeg ik dat goed? Dan zit ik nog niet zo slecht. Ik loop zomaar eventjes rustig mee, Timo. En je ziet, oh kijk, er wordt al gejuicht, er is een vraag. Kijk, dat moeten we hebben. Super enthousiast natuurlijk. Mensen die in één keer de handen omhoog steken en zeggen van, oh ja, die vraag die heb ik te pakken. Ik loop eventjes het centrale punt binnen, hier bij het Brouwerijcafé in Lieshout. Bij deze meneer druk bezig. Ja. Team Sicilianen, meneer, maak even uw naam. Maarten Heesakkers. Maarten. Oh, ja. Een eerste kijk in de formulieren. Dat heel veel is. Veel opdrachten met subopdrachten en vragen. En ik ben er net al achter gekomen dat er ook veel doelopdrachten bij zijn. Dingen om te maken. We moeten een hamburger maken. We moeten een insectenhuis maken. Een hamburger moet je maken van zelf ingrediënten. Of kan je die ergens uit de diepvries trekken? Nee, van eigen ingrediënten. En ze hebben aangegeven wat er allemaal in moet zitten. Oh, dus welke onderdelen. Moet je hem zelf ook opeten? En we moeten hem, ik denk dat de jury hem opeet. Dus ik wens ze nu alvast smakelijk eten. Oh, jij natuurlijk. Nee. Een smakelijk eten. Maar het zijn veel doelopdrachten. Ook doelopdrachten waar je voor naar Beekendonk moet. En wij zitten in Lieshout. Dus ja. Dat is voor ons een handicap. Dus we moeten heel goed de tijd in de gaten houden. Maar het ziet er wel heel leuk uit. Maar heel divers. Veel opdrachten. Dus het is hard werken om 11:30, 12:30 gewoon alles klaar te hebben. Ja, dat denk ik wel. Hè? En speciaal voor jullie uit Lieshout
En er zijn wel Laarbeekse vragen bij natuurlijk, maar er zijn hoofdzakelijk Beek- en Donkse vragen bij natuurlijk. Ja. En Beek- en Donkse locaties. Ja. Is dat voor jullie een handicap? Nou, we wonen dicht bij de Beek- en Donk, hè, dus dat is niet zo'n probleem. Komen daar regelmatig, maar we hebben ook een aantal hulplijnen van mensen die vanuit oorsprong in Beek- en Donk van oorsprong komen of daar zelfs nu wonen. En die benaderen dan en vragen van, hey, hier hebben we een vraag over, ga eens kijken of weet je dat. Zodat we die ook kunnen inschakelen om daar iets de oplossing voor te vinden. Dus niet alleen het team, zoals wij er zojuist doorheen zijn gelopen, is in actie. Maar jullie hebben eigenlijk allemaal ergens op de achterhand ook nog wel iemand zitten. Ja, alle leden van de Harmonie van Lieshout zijn ingeschakeld. Zo, met hoeveel personen? Totaal 70. Zo. Ja, en hier zitten de 30. Hier zit de basis, hier zit de kennis en de kunde. Hier zitten echt de... En de mensen die zouden kunnen natuurlijk. Maar de rest is allemaal beschikbaar. Er zitten zelfs mensen in Oostenrijk op wintersport die zeggen van, nou, als er iets is, bel ons op. We zitten in de hulplijn, we hebben een totale groepsapp van de Harmonie en we schakelen iedereen in. En buiten dat heeft iedereen ook nog kennissen die iets meer weet van Beek en Donk als misschien een aantal mensen die SEC uit Lieshout of Mariehout komen. En die schakelen dan allemaal in. Het is wel makkelijk als je iemand in Oostenrijk hebt zitten, want ik heb begrepen dat er ook een vraag bij is dat je sneeuw moet meebrengen of moet maken. Nou, dat is voor ons geen probleem. Dat filmen, even doen, even vloggen en dat is geregeld. Hè? ik laat je even zitten. Want er zijn heel veel meer mensen die druk bezig zijn. Ik loop hier eventjes binnen. Ik zie hier een embleem van een voetbalclub. Ik zal maar niet verklappen welke voetbalclub, want ik weet niet of dat het met de vraag te maken heeft. Dus ik wil niemand op het goede of het slechte spoor zetten. Is het moeilijk? Nou, tot nu toe valt het nog mee. Maar ik heb nog maar één vraag gehad, dus ik ga rustig verder. Het is ook nog maar 7 uur. Ja, en, ik heb zo direct, of zojuist, zag ik daar al iemand in één keer met de handen omhoog staan van, yes, ik heb hem. Nou, dat is gunstig. Dat vind ik eigenlijk ook wel leuk. Hè? Heel veel succes. Dank je wel. We gaan eventjes bij deze meneer binnenlopen. Heel druk met het internet bezig. En de lijnen zoals die hier liggen, loopt het allemaal soepeltjes? Dat loopt wel soepel, maar het valt niet mee om het te vinden. Nee, maar ja, daarom heet het ook Quizit en daarom moet je ook alles opzoeken natuurlijk. Hè. Ik zie dat je bezig bent met een vraag over, over radio's. En dus je moet fronten van radio's zoeken, neem ik aan. Op bouwjaar selecteren of op volgorde zetten van bouwjaar. Heb je al vaker meegedaan? Ja, nog altijd. Ja. Dus je bent eigenlijk een oude rot in het vak. Met alle respect gesproken. Wel oud. Nee, maar dat is leuk om te doen. Denk ik ook, hè. Even na de klok van 7 uur op deze vrijdagavond is het natuurlijk overal. Ik ga eventjes hier zag ik zojuist iemand met de handjes omhoog. Maar die is nou weer gevlogen natuurlijk, hè. Die had zeker een goede vraag. Timo, we gaan nog eventjes bij deze meneer binnenlopen. Eventjes kijken met welke vraag dat hij bezig is, zonder antwoorden te verklappen. En we houden de camera ook buiten het zicht van de, van de lab. Ja, nee, maar ja, we moeten niet... Hè? Ik ben mensen aan het zoeken. Ja. Nou, ik heb er hier een stuk of 30, 35 geteld. Dictators ben ik aan het zoeken. Oei, dictators. Ja, we kennen ze, hè. Dus die ben ik aan het zoeken. Er zijn er nogal wat in de wereld, hè? Ja, en er staan er een paar op een foto, dus het is de zaak om die niet te vinden. Dat is moeilijk. Hoe zit u in de dictators? deze mevrouw die zat zojuist met de handjes omhoog. Die moeten we toch nog eventjes meenemen, Timo, voordat we naar een volgende adres gaan. Ik ga er eventjes bij zitten. Zojuist de handjes omhoog. Had je een goed antwoord? Ja. Ik weet zeker dat het goed is. Ah, dat is toch geweldig eigenlijk, hè? Mag ik ook... Nee, we filmen... We filmen geen vragen. Welke vraag was het? Zonder gekke dingen te... Machtige persoon in de wereld. Machtige persoon in de wereld. En jij hebt de machtigste persoon in de wereld gevonden? Bijna wel. Zit hij in Amerika? Dat zeg ik niet, hè. Zo is het. Zo hoort het ook. Jongens, ik kan jullie niets meer als heel veel succes toewensen allemaal. Ik hoop dat jullie een hele mooie avond hebben. Geniet er ook van. Stress komt vanzelf. Niet? Nou, vooruit. Ik hoop dat jullie allemaal... een prachtige avond hebben. Ja, Lamberg, met brandweer hier in Beek en Donk. Heel veel jeugd, Lamberg. Ja, daar moet je toch een beetje van hebben, hè? Dus, het Facebook en vloggen, dat kan de jeugd allemaal, denk ik, hè? Beter als bij. Ja. Maar jij zorgt ook voor de hapjes? Ja, dat is mijn taak hier op dit moment, dus daar zorg ik voor, ja.
En wat zijn er voor hapjes die jij klaarmaakt? Ja, we hebben van alles een beetje. We hebben van vis tot gewoon een bitterballetje dadelijk en dat soort dingetjes. Gewoon de lekkere dingetjes, zou ik maar zeggen. Want het is een team van de brandweer, maar in ieder geval ook met kinderen en familieleden. Een gezellige club. Ja, ja, we hebben ook mensen van buitenaf, dus iedereen brengt iedereen mee, zou ik maar zeggen. En iedereen is welkom, dus hoe groter de club, hoe meer kans maken om eerste te worden. Ja, is dat ook jullie streven? Of? Oh nee, wij gaan puur voor de gezelligheid. En natuurlijk, als we eerste worden is het mooi meegenomen, maar wij gaan echt voor de gezelligheid. Ja. Wat gebeurt er nou als er toevallig de brandweer vanavond uit moest rukken? Wat gaat er dan gebeuren? Dan zijn er 6 man die niet gedronken hebben en die gaan. Dus in ieder geval wat van tevoren aangewezen? Ja. Er zijn dus 6 man die drinken niet. En als er gauw de pieper gaat, dan zijn die weg. Dus discipline hoort er altijd te zijn? Altijd. Dat komt op de eerste plaats. Hoe is de taakverdeling? Want ik heb begrepen, degene die altijd de vragen samen coördineert, ja, die ligt ziek te bed. Die is ziek te bed, ja. Dus daar heeft Frank die heeft overgenomen en die neemt dat nou waar. Ja, dus. Want ik heb begrepen, we zijn bij diverse teams geweest. Dat heerst wel de griep, want er zijn diverse teams die zeg maar waar de helft weggevallen is. Ja, daar heb ik ook iets van gehoord, ja. Dus, ja, we hebben gelukkig tot nu toe maar 1 man, dus dat is, schade is nog beperkt gebleven. De jeugd, dadelijk 11 uur, dan is er ook altijd nog een afterparty. Houden jullie die op de brandweerkazerne of de jeugd gaat dan naar huis? Nou, ik denk de meesten die hier lopen die dan naar huis gaan met papa's en mama's. En de ouderen die zullen wel even naar Dave van den Burg gaan, denk ik. In ieder geval, de brandweer, het is een zeg maar amateurs, in ieder geval vrijwilligers, laat het zo zeggen. Maar altijd, toch altijd actief wat de gezelligheid betreft. Ja, dat wel. Dat doen we wel altijd mee, als dat kan. Dat is dan wel een streven. Maar in ieder geval, dat moet goed komen deze keer. Heb je al een inzicht hoe dat de vragen gaan? Ik heb geen flow idee. Nee. Dus daar hou je zegt wel zonder meer afzetting van? Daar hou ik mij een beetje afzetting van, ja. Dus jij zorgt in ieder geval voor een hapje en voor een drankje. Ik ben een beetje voor de catering en dat is het. Ja. Oké, Lambert, succes. Dankjewel. Dan gaan we ook hier even naar de jongeren. Eigenlijk hier met wie ben jij? Oh, Roel. En wat doe jij hier vanavond? We zijn de buitenopdracht aan het doen. En wat is die buitenopdracht die jullie moeten doen? We hebben hier foto's van de fietsroute van Laarbeek. En dan moeten we dan op gaan zoeken. Daar staat een QR-code en dan krijgen we een tekst. En die moeten we dan een verhaal van maken en dan uitzoeken wat er allemaal is. Dus een makkie? Ja, het is wel lastig. Ja, toch wel. Ja, we zijn nu een uur bezig en we zijn nog lang niet klaar. Nee. En hoe bedoel je lang niet klaar? Want maar voor 11 uur heb je het al klaar, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Ja. Maar je vindt het wel leuk? Ja. Is dat de eerste keer dat jullie meedoen? Ja. Dus een hele ervaring. Hebben jullie bewust erbij betrokken dat jullie wel misschien verstand hebben van telefoontjes en van computers en van iPads? Ja. Ja? Maar moet je nou dadelijk nog weer op pad? Ja. Dan kunnen we verder een beetje oriënteren hier en dan duiken we verder. Oké, maar dat moet goed komen met jullie, denk ik zo, hè? Denk het ook wel. Succes, jongens. Dankjewel. Nou, wat was hier bij de brandweer. Heel veel jeugd in ieder geval. En ik moet zeggen, geweldige locatie. Ze hebben het hier wel extra verwarmd eigenlijk, want het is hier tropisch warm binnen. En maar in ieder geval, het komt allemaal goed hier bij de brandweer. Degene dus die de vragen moet zeg maar coördineren, ja, die doet dat voor de eerste keer. Dus en dan krijg je nog wel eens een probleem. Niet van alle markten thuis, maar het komt allemaal goed hier bij de brandweerkers en in Beekendonk. Ja, dat was een muziekvraag. Ja, een aantal. Leuk. Wij zijn beland op het Wethouders Notenplein en wij zijn benieuwd welke ploeg hier koersachtig bezig is om zoveel mogelijk punten te vergaren. De eerste 50 punten hebben ze gekregen en wij lopen eens binnen in een ruimte. Dat is prachtig verdeeld hier, die ruimte. We gaan eens kijken. De geheime opdracht, denk ik. Nee, de Creahoek. De Creahoek. Dan gaan wij eens even vragen in de Creahoek. Wat moeten jullie gaan maken? Een schort. Een schort en een hamburger. Ja. Leg de luisteraars eens uit hoe jullie nu bezig zijn. Een schort en een hamburger. Ja, we gaan eerst een schort maken. En zij is heel creatief erin met naaien. Dus. Dat moet nog blijken. Is er zo, mevrouw? Met wie heb ik het genoegen? Dat moet nog blijken. Met wie heb ik het genoegen? Met Sjaan van de Kromlakker.
Ja, de oude generatie, die kan nog thuis op een naaimachine, hè? Maar als je machine had, maar die moet ik ook nog zoeken. Dus je kan goed nog moeten gaan halen ergens. Dus je krijgt een opdracht mee van Quizit. Dan haal je uit je kistje. Ja. En dan kom je tot de conclusie, ik moet een schort maken in de vorm van een hamburger. En dan heb je geen naaimachine. Nee, je moet een hamburger maken. Een schort moeten we hebben om netjes te blijven, zeg maar. Een schort om netjes te blijven. En nu is de vraag een naaimachine. Ja, juist. Kunt u eraan komen? Ik kan er wel aankomen, maar ja, wij zitten op route, dus... Oh, oké, nee, dan lukt dat niet. Dan zoeken we verder. Doe het schortje bewaren, want ik moet thuis ook nog vaak koken. Wie weet wat er van pas komt. Kom maar halen. Succes, hè? Dankjewel. We lopen even in de volgende locatie en even vragen wat ze hier volop mee bezig zijn. Vertel. Wij zijn even de vragen aan het kopen hier, zodat we ze aan iedereen kunnen verdelen. Want hoe groot is jullie groep? Hoe heet jullie groep? Dat weet ik momenteel even niet, want ik allrounders, ik ben het kwijt. Heb je al de vragen? Hoe gaan jullie te werk dan? We hebben ze nou gekopieerd en dan gaan we ze, mogen de mensen die willen eerst roepen van welke categorie ze willen en de rest verdelen we onder de armen. Dus het is geluk hebben jullie jullie kopieerapparaten bij de hand hebben. Ja, daar zijn we heel erg blij mee. En naaimachine ook? Hebben we ook hier. Wel, maar we hebben alles hier bij de Oro. Ja, je bent wel een beetje nerveus als ik er zo op kijk. Ik heb het druk. Druk? Ja. Adrenaline dus wat dat betreft. Ja. Zo, en deze mevrouw is hier aan het doen. Ik ben aan het kijken of alle blaadjes erbij zitten. Omdat het lag allemaal een beetje door elkaar. Dus moeten we even controleren of we alles hebben. Dus je hebt die kist binnengekregen en er lag alles door elkaar? Nee, dat hebben we zelf gedaan. Dus je hebt zelf... Nou, ik weet niet gedaan, maar nou hebben we alles weer onder controle. Dus een beetje een valse start gemaakt? Ja, maar dat komt helemaal goed. Hoe is je stelt, een grote groep? Nou, ik denk alles bij elkaar een man of 20. En bijna allemaal dames zie ik? Wel de meerderheid is dames, ja. Dus de wereld verandert toch? Vrouwen samen sterk, hè? Vrouwen samen sterk. Veel succes. Ja, dankjewel. Zal wel lukken, hè? Zo, deze dames zitten op de iPad te kijken. Waar zijn jullie naar aan het kijken, dames? De uitzendingen van de Quizit. Eventueel de vragen die er komen. Dus jullie zijn speciaal hier gezetteld om de vragen? Ja. Dus jullie moeten heel avond Quizit TV gaan volgen? Ja, dat is wel de bedoeling. Dus ik hoop dat het wel heel gezellig is. En dat zal wel. Kennende van andere jaren. Ja, dus je hebt vaker meegedaan? Ja, al verschillende jaren. Ja, wat maakt Quizit nu zo leuk? Het bezig zijn met andere mensen en de vragen. Hè? Toch ooit moeilijke vragen. En dan toch, dit gaat over die... die vraag of dat antwoord, dat is wel leuk, ja. Ja. Het mooiste zie ik nu. We zitten in een heel moderne tijd. Laptop, computer, iPad, noem maar op. Maar jullie, als een vraagje komt, even een pennetje nog. Ja, dat is inderdaad. Dat is onze dingen. Daar hadden wij het net over dat het wel steeds meer wordt voor de jeugd. Vanwege alles, de moderne... Ja, wat er gedaan wordt, hè. De iPad... Telefoon, hoorden we net. Wat moesten we nou net? Dus eigenlijk, als ik goed begrijp, een oproep doen aan Quizit om voor de senioren te zorgen dat die ook acte présence kunnen geven. Juist. Ja, daar hadden wij het net over. Hè, Annie? Ja, want ja, we mogen de ouders zomaar niet aan de kant schuiven, want die weten heel veel. En zeker wat betreft vroeger, hè? Ja, daarom net. Ja, daarom. Ja. Dus eigenlijk... Het is de jeugd natuurlijk die ermee mee begonnen is en mee bezig is. Dus, maar... Een beetje meer naar de... Ja, het zou wel prettig zijn. En mooie hint. In ieder geval geniet ze vanavond nog en succes. Fijn, dankjewel. Jullie ook. Succes met de uitzending. Ik ga iets vragen. Van welke team... Dan ben ik het even kwijt. Team 29. Team 29. Is dat de leeftijd? Is dat de leeftijd, wordt mij ingefluisterd. 29. Ja, ik denk dat misschien wel de leeftijd is. Ja, jullie staan er ontzettend mooi op. Wie heeft het zo mooi bij je aangepakt? Ja, de dames van het team gingen helemaal los. Dus en ik was de klos. En jij was de klos, ja. Het is wel leuk. Je bent in ieder geval niet de enige. Dus, Sabine, vraag eens hoe je het vond om het te doen. Hoe voel je je om je eigen zo te kleden? Denk je, ik ga het vaker doen? Nou, ik denk eens vroeg carnaval dit jaar, dus even goed kunnen oefenen voor straks. Ja, juist. Hoe heb je de avond ervaren zelf? Gezellig. Ja, moeilijke vragen, maar gewoon heel gezellig en leuk. Ja, goed te doen. Ja, goed. Dan zie ik wel heel veel plezier. En dan maak er maar van, hè. Goed zo. Sabine, kun je me horen?
Ja, wel heel slecht, Wim, maar ik hoor je wel. Oh ja. Ja. Beter slecht dan niks, hè? Het is hier al, ja, het is hier echt al bal. Ja. Het begint al lekker vol te lopen, zie ik. Ja, zeker wel. Zeker wel. Er zijn al diverse teams die toch ook wel hier waren, zijn. En waar ik toch wel van opging dat die zoiets hadden van, nou, met de quiz meedoen vinden we leuk. Maar ons eigen, ja, zo voelen ze dan, zo ervaren ze daar, vergek laten zetten. Ja, dat doen we niet. Dus die zijn ook niet als drag queen gegaan. Die zijn hier gewoon al lekker aan een biertje gegaan. Ja, ja. Hey, zie je iemand van de organisatie toevallig? Nou, dat weet ik niet. Ik loop langzaam naar voren, omdat ik natuurlijk niet te veel wil bibberen. Want anders dan krijgen jullie en de mensen thuis een heel raar beeld. Nou, maar de meesten hebben toch wel gedronken, dus het valt niet meer zo op, denk ik. Nou, dat weet ik niet. Maar ik loop gewoon even ergens en dan kijk ik of dat ik iemand zie. Maar tot nu toe... Als ik misschien iemand gewoon even de simpele vraag stellen wat ze van gevonden hebben vanavond. Er is in ieder geval van quiz, het is niemand binnen. Nee, die zijn nog volop aan de gang, denk ik, in het anker en zo om het spul allemaal te verzamelen. Zoals wij het net allemaal konden zien, was het echt gewoon super, super druk. Dus ik denk dat het nog wel echt even duurt voordat de mensen binnenkomen. Dus, ja. De afterparty, tot laat gaat die door? Tot hoe laat dat het hier doorgaat, ja, dat is een goeie. Kijk even op beeld hier, mensen die echt op plezier hebben. Kijk, biertje erbij. Zijn hier al lekker aan het genieten allemaal. Dus, maar tot hoe laat dat het hier doorgaat, ja, dat durf ik echt niet te zeggen. Ik zie hier een DJ binnen staan. Dus ik verwacht dat dit wel tot de late uurtjes door zal gaan. Denk het ook wel. Meer naar de vroege uurtjes, denk ik. Ja, de vroege uurtjes inderdaad. Ja. Ja, het ziet er wel ontzettend gezellig uit. Dus, Artje kwam voorbij. Oh. Artje van den Berg. Ja. Hij is zo klein, die zie je niet, maar die kwam onder mij doorgelopen. Dus, ze hebben de zaal achter ook erbij gedaan. Nou, geloof mij maar, als alles wat net bij het anker was, hier binnenkomt, Wim. Nou, dan hebben ze hier nog een hele mooie avond te gaan. Dus, daar kunnen we echt vanuit gaan. Ja, mooi. Ja. Jammer, Sabine, dat Geert of wie dan ook van de organisatie niet aanwezig om het laatste woord even namens quiz te kunnen doen. Ja, nee, er is niemand van de organisatie aanwezig. Dus ik had ze nog graag eventjes bij de microfoon gehad. Maar zoals ik hun gezichten allemaal had gezien, verwacht ik dat ze wel een geslaagde avond zullen hebben gehad. Ja, mooi, dankjewel. En nog gaan krijgen, denk ik. Hey, hartstikke bedankt voor jouw hele leuke bijdrages die we gezien hebben vanavond. Ja, ik hoop dat het een beetje allemaal te zien was. Want ja, dat was natuurlijk onze experimentje dit, hè. Ja. Maar het is gewoon al met al, ik vond het een mooie avond. En ik hoop dat de deelnemers een mooie avond hebben gehad. En dat de kijkers van Omroep Contact ook een hele mooie avond hebben gehad door het mee te gaan kijken. Dus Oh, mooi. Hey, we zien elkaar ongetwijfeld in deze dagen ergens. Nogmaals hartelijk dank namens ons allen hier in het anker. Ja, jullie allemaal heel erg bedankt. En ik denk dat jij wel recht hebt op een goed gevuld glaasje met een schuimkraagje, denk ik. Nou ja, ik vind het fijn om dadelijk gewoon weer lekker terug bij jullie te zijn. Oh, ook dus, mooi. Kijk, hier komt er alweer eentje binnen. Hallo. Ik ga proberen jou wat te vragen. Hoe was het gegaan voor jou? Ja, wat kan ik ervan zeggen? Ik heb die kerel die doosjes in ontvangst nam bijna gezoend. En probeerde die wel. Maar ik heb nee gezegd. En de burgemeester, ja, die lustte wat meer. Maar ik zeg, hé jongen, dit is niet voor jou. Je ziet er keigoed uit. Veel plezier. Het zag er wel heel leuk uit. Plezier zit er goed in, Wim. Ja, mooi. Ja. Komt allemaal goed. Hé, de groetjes. Ja. En tot zo meteen hier in de studio in Den Akker. Ja, kom maar aan. Dankjewel. Hoi.